loop je, start je rustig dan. Ja, rustig. Hè? Start op rust. Ja. 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 Dit is een 6 minuten, dat scheelt natuurlijk. Goed! Hey! Goed! En anderhalf persoon staat er op de kaai. Nee. Anderhalf persoon staat er op de kaai. Dat is voor mij drukte. De politie controleert. Sorry. Voor het protocol. Sorry. Mijn collega's die staan als ik langs vaar met de verrekijkers te vertellen. Ja? Weet je wat vervelend is? De keuring is net nu de deur open. Ja, dan heb je dus vertrouwen weg. Ik heb nu elke keer, ik heb de wapen, dus twee keer in mijn plaats van alles op zoek gaan. En alles klopt. En ik kan dus, ik heb gewoon lekker €12,50. Ja, en dan moet je alles in Duits doen, hè? Dat kan ook lachen zijn. Kunt u nog wat zeggen over die motor? Film ik even. Ja, het is een Stork RHO 216K. Hij heeft 10,4 liter per cilinder motorinhoud, dus in totaal 62,4 liter slagvolume. Zo. Zoals die nou loopt, lopen we ongeveer 170 toeren per minuut. Ja. Zoals wij varen ongeveer 450. Oh, dat ga je straks meemaken. Ja, het is een binnenwaartschip, een sleepboot geweest, dus het ding is puur op vertrouwen gebouwd. Dat zijn beren van motors, slecht om te krijgen, af en toe. Er zit een Brevo-koppeling achter, het is een compleet Nederlands product. Het schip ook, gebouwd in Ardingsveld, Amsterdam, maar de hoop. En de motor, Stork Nederlands, Engelo, Brevo is Nederlands. Dat is een beetje de keuze van ons om echt voor het Nederlandse stuk eerst te worden. Bijna 15 jaar niet gelopen en we zijn er bijna op het resultaat. Ja. Start lopen. Af en toe moet het eens even een schopje en een vloek hier en daar, maar ja. En wat heeft hij die 15 jaar dan gedaan toen hij werkloos was? Hij is in 2000 is het echt in privéhanden gekomen. Daar heeft een stel op gebivakkeerd. Twee mannen die erg van het interieur waren, maar verder had ik het idee dat ze niet zo heel veel gedaan hebben met de techniek van het schip. Uh-huh. Er heeft nog een paar jaar een politieagent op gewoond en die liet zich vaak twee keer per jaar verslepen, dus er werd al eigenlijk niet meer gevaren. Ja. En als ik zie hoe het schip voor de eerste keer wat ophalen en nu, dan merk ik dat het elke keer, hij begint zich gewoon bij steeds beter te zetten. Zo'n motor moet eigenlijk gewoon 16 uur per dag draaien. Ja. Daar zijn ze voor gebouwd. Ze gaan hard achteruit als je dat niet doet. Dus we hebben heel verschrikkelijk veel tijd. Om te maken. Dit is de motor, die heeft u ook helemaal geen plezier te bouwen. Nee, de motor was op zich wel goed. Die was goed aanmaken, de spul was goed. Ja. Zo'n motor die als die lang stilstaat of verkalkt en de olieleidingjes gaan dicht, dat moet allemaal weer schoon en lekker frisse olie erin. En dan merk je aan dat die daar begint steeds mooier weer. Ja, oké. Ja. En hij heeft altijd op Texel gelegen, dan dat mensen op wonen? Of dat was in... Het schip is echt bedoeld om vanaf Rotterdam en Gorinchem heeft hij veel gelegen om naar binnenvaartschepen, sleepschepen op te pikken. Ja. En naar de berg op, dan is dat richting Basel. Ja. Dus echt binnenvaart, sleepwerk. Ja. Goederen weg te brengen vanaf de Rotterdamse havens naar de binnenlanden.
Ja, ja, ja. Oké, maar toen jij hem hebt overgenomen, waar lag hij dan, die twee keer? Ik heb hem gekocht op een werf in Harlingen. Oké. Okay. Daar lag hij toen en ja. Dat is ook eigenlijk gewoon toen als privéschip verkocht. Ja. Maar uiteindelijk gaan wij er een beetje kind mee doen. Ja, mooi hoor. Hopen dat we zulke mensen jullie aan boord krijgen. Vind je dat leuk? Ja, wij houden hiervan. Wat zeg? Jane, wij hebben ook een boot. Uit welk jaartal was je deze gesleten? 1930. 1930. Ik heb een oude sloep uit de hele oude, ook geklonken. Een buitenboordboot. Een roeiboot is het eigenlijk. Maar het is een geklonken ijzeren boot. Maar er zit nu een buitenboordboot op. Thuis liggen. Ja. Dus die wil ik eigenlijk met een beugeltje voor de kinderen. Oké, okay. Ja.